mensen. En wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En wat voor lekkers gaan we deze week maken? Deze week gaan we maken een bazooka. Ah! Nee hoor, natuurlijk mensen, we gaan het shotje drinken. Heeft niks met pistolen te maken. Het enige shot wat we nu hebben, komt niet uit een bazooka, maar dat komt uit een fles. En welke flessen hebben we voor het shotje van deze week nodig? Wij hebben nodig de Baileys. Wij hebben nodig de Blue Curaçao. En wij hebben ook nodig de bananenlikeur. En natuurlijk het shotglas. Nou, we beginnen met de Baileys. En de Baileys mag je vullen tot de helft van het shotglas. Dus de Baileys tot de helft van het shotglas. En de helft die je overhoudt, die gaan wij met de Blue Curaçao en de bananenlikeur doen. Nou is het leuk om laagjes te maken. En ik zit net te bedenken, als je de bananenlikeur, die is natuurlijk een beetje bruinig. En de Baileys ook. Dus het meeste effect krijg je als je dan eerst de Blue Curaçao doet en daarna de bananenlikeur. Ik bedenk me dit net. Dus als het goed is, zie je op deze manier het meeste van de laagjes. En gebruik daarvoor dus een theelepeltje. En giet het op het theelepeltje en niet rechtstreeks in het glas. Mocht je namelijk de laagjes willen hebben. Als je het namelijk op een theelepeltje giet, dan hou je een beetje de verhoudingen erin. Nou ja, je ziet het. De laagjes lukken niet echt. Maar, hey, kijk eens. Het ziet er wel heel mooi uit. Doordat de Blue Curaçao zich toch helemaal aan het verdelen is door de rest van het shotglas. Nou, ik ga voor het idee ook nog even goed het bananenlikeur via het lepeltje erop doen. En kijk, je ziet het, de bananenlikeur die blijft wel bovenop de Blue Curaçao liggen en de Baileys. En dan heb je een heerlijke bazooka shot. Zit je te kijken en je denkt, hey Maarten, ik weet ook een ontzettend lekker shotje die je een keer moet maken. Laat hieronder in de commentaren achter welk shotje dat moet zijn. En dan is misschien volgende week wel jouw shotje het shotje van de week. Mocht je dit shotje nou heel lekker vinden, doe even een duimpje omhoog. Ja, ik doe twee duimpjes, maar je kan er altijd maar op één klikken. Gewoon inloggen op een andere computer. Nog een keer drukken. Dan heb je ook twee duimpjes. Ik ga je stoppen met ouwe hoeren. Want ik ben heel nieuwsgierig hoe dit shotje smaakt. De bazooka. Het shotje van de week. Ik zeg, proost! Een shotje hier, een shotje daar. Het is nu tijd voor shotjes.